In het Militair Hospitaal is gisteren ter gelegenheid van Wereldborstvoedingsweek de borstvoedingkamer officieel geopend. Deze nieuwe faciliteit is bedoeld voor moeders die in het ziekenhuis werken of op consult komen met hun baby. De Wereldborstvoedingsweek, die jaarlijks van 1 tot 7 augustus plaatsvindt, heeft dit jaar als thema Closing the Gap, Breastfeeding Support for All. Dit thema benadrukt de noodzaak om borstvoedingspraktijken wereldwijd te versterken en te beschermen. Sharon Sarijan van het BOG onderstreepte het recht van elk kind op gezonde voeding en riep op tot gezamenlijke inspanningen om een borstvoeding vriendelijk eerste levensjaar te waarborgen. Sarijan benadrukte dat moeders minstens de eerste 6 maanden borstvoeding zouden moeten geven en deed een oproep aan iedereen om moeders te ondersteunen en aan te moedigen. De algemeen directeur van het Militair Hospitaal sprak over het belang van ondersteuning voor moeders op de werkvloer, zodat zij niet hoeven te kiezen tussen hun werk en het geven van borstvoeding. UNICEF's Nicolas Pron benadrukte de urgentie van het thema door te wijzen op het lage borstvoedingspercentage in Suriname, dat slechts 9% bedraagt. Hij stelde dat het ondersteunen van moeders bij borstvoeding een topprioriteit moet zijn vanwege de aanzienlijke impact op de gezondheid, ontwikkeling en welzijn van kinderen. Pron riep op tot voortdurende inspanningen om moeders te ondersteunen en te informeren over veilige borstvoedingspraktijken.